Vandaag in onze uitzending: afscheid van enkele raadsleden en koninklijke onderscheiding, middeleeuwse paasmarkt Klooster Greventaal in Asperden, maar eerst. Vele mantelzorgers uit de gemeente Bergendal waren 20 maart bijeen om samen een mooi lenteboeket te maken in cafébar Het Fuske te Millingen. Namens de gemeente sprak wethouder Sylvia Fleuren haar dank en ook vooral haar bewondering uit voor deze moeilijke zorg. Na afloop ging iedereen met een mooi lentebloemstuk naar huis. In de parochie Maria ten Hemel Opneming te Millingen werd op zaterdag 24 maart de Palmpasenviering gehouden. En dit met medewerking van het familiekoor. Donderdag, voorafgaande aan de jaarlijkse ploegdag, was het pas definitief dat deze toch door kon gaan. Onder een stralende zon verschenen zaterdag 24 maart, voor het merendeel boerenzoons, met voornamelijk oude tractoren en oude ploegen op de akker. De ploegers kwamen niet alleen uit Millingen, maar ook uit de directe omgeving. Een prachtige dag vol traditie, vakmanschap en gezelligheid. De Freps uit Leut en die Original Maastalen uit Haaien treden ieder jaar een keer gezamenlijk op. Dit keer op 25 maart in het Schutzenhaus te Keken. Naast de Duitse bezoekers zorgden ook de beide fanclubs ervoor dat het Schutzenhaus overvol was. De storm die begin januari over ons land raasde, gaf op het golfterrein te Groesbeek de nodige stormschade. Afgelopen week werd deze grondig en vooral snel en efficiënt aangepakt. Kunstmarkt voor Ramesh. Wie is Ramesh? Ramesh is een man die superveel goede dingen doet in Nepal. Voor zijn, eigenlijk voor zijn regiogenoten. En hij werkt zelf op het schooltje, geeft hij Engels. Maar voor en na zijn werk geeft hij les aan leerlingen die, waarvan de ouders het niet kunnen betalen of geen ouders meer hebben. Daar geeft hij dan gratis lessen aan. Plus hij gaat daarna naar allerlei dorpjes om te kijken wat daar de problemen zijn. Om daar mensen uit het dorp eigenlijk te motiveren om mee te helpen oplossen, het probleem mee te helpen oplossen, zeg maar. De leerlingen hebben spullen gemaakt, die worden te koop aangeboden. Ook met leuke spelletjes kunnen mensen deze winnen. En hoe gaat dat dadelijk naar deze meneer toe?
Nou, ieder jaar maak ik met hulp van familie en wat vrienden een bedrag over. En dat doen we via, hoe heet dat, Western Union. En die sturen dan via een kopie met paspoorten en eigenlijk een soort van uniek nummer wat alleen naar Ramesh krijgt toegestuurd. En dan kan hij mee naar de lokale bank eigenlijk toe om dat geld op te halen. Hoe staan jouw collega's hier tegenover? Helpen die jou mee? Ja, die hebben het echt voor een heel groot gedeelte opgepakt. De leerlingen die hebben zich keihard ingezet om werkstukjes te maken deze week om hier te verkopen. Dus daar ben ik wel heel erg dankbaar voor, ja. Ja. Die Oosterkerzen am Oosterfeuer. Op eerste paasdag was weer het traditionele paasvuur op het kermisterrein in Kranenburg. Het vuur werd aangestoken met de paaskaars uit de kerk en natuurlijk werd het vuur gezegend. Daarna een gezellig samen zijn met muziek van Muziekverein Kranenburg. Dames en heren, mag ik jullie allen verzoeken om uw plaats in te nemen? Dan is daarmee de opening van deze bijzondere vergadering geschied. Hoe dan ook aan deze club van 23, de herinneringsraad, vandaag is die plaats bijeen. Raadslid zijn is nu, zonder die extra werklast van harmoniseren van regelingen, reeds een verantwoordelijke, eervolle, maar vooral ook veel eisende taak. Werkdruk was groot en plannen om die werkdruk onder raadsleden te verlichten zijn tot op heden nog weinig succesvol gebleken. Uithoudingsvermogen en dikwijls ook enthousiasme hebt u zich in de afgelopen jaren uitstekend van uw taken gekweten. En dat is niet zonder resultaat gebleven. Bergendal is een gemeente die er staat. Er zijn in deze arena soms harde woorden gevallen. En u was het af en toe hardgrondig met elkaar oneens. En soms zelfs luidkeels. Maar altijd wist u elkaar na de vergadering als mens weer te vinden en was er respect voor elkaars recht om een eigen kijk op de zaken te hebben. Ik ben u als uw voorzitter dankbaar voor de wijze waarop u samen de raadszaken hebt vervuld. Bedrijf, werk, gezin, je doet het er allemaal bij. Geen wonder dat het jou op een gegeven moment een beetje over de sokken begon te lopen en je ervoor gekozen hebt om het fractievoorzitterschap over te dragen. Lange tijd kun je heel gemoedelijk blijven. Dat is ook eigenlijk jouw karakter, denk ik. Maar als het onderwerp jou echt aangrijpt, of je neemt een misstand of onrechtvaardigheid waar, dan word je zeer fel. 3 volledige raadsperiodes, dat mag met recht een mijlpaal heten. Een mijlpaal die niet ongemerkt mag blijven en 1 die het ook verdient om op bijzondere wijze gemarkeerd te worden. En dat wil ik dan ook deze doen door jou mee te delen dat het zijn majesteit, onze koning, heeft behaagd om jou te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. De vertrekkende raadsleden kregen als waardering voor hun inzet een legpenning overhandigd met erop aan de voorzijde het gemeentewapen en op de achterzijde de naam en het aantal dienstjaren.
Ich habe auch nicht.